De familie Poncho di Cromo heeft op Domburg een eigen thuisfabriek. Zij maken Javaanse versnaperingen zoals bananen en cassavechips. Mijn moeder had toen een stand op de markt, Nuwelen. En op een gegeven moment zei ze van zeggen, ja, ik word oud. Ik wil de stand afstaan aan jou. Ik heb het geprobeerd. Alleen was het te vermoeiend voor mij. Want de afstand van Domburg naar de stad was ook ver. En die kinderen moeten ook elke dag naar school. En wanneer ze van school komen, is er niemand thuis. Toen heb ik gekozen om liever thuis te werken. Zodat ik mijn kinderen een goede opvang kan geven. En het ging bestelling maken, pindasambal, verborgen pinda. En die man van me verkocht op het werk. En na onze vakantie zijn we gewoon gestart met het bedrijf wat we nu hebben. En dat is precies jaar 2000. Het werk is zwaar en het wordt tijd om het rustig aan te doen. Mujila wil nu meer tijd besteden aan de kleinkinderen. Vaak genoeg zegt mijn man van, nu is het wel eigenlijk genoeg om voor ons om te stoppen. Want we hebben dit werk eigenlijk al lang gedaan. Hè? Ik kan toch niet zo doorblijven. Er moet toch ook een tijd komen dat ik moet rusten. We willen gewoon afbouwen. Maar ja, de mensen van de buurt die vinden het zo erg. Vooral, ik heb een arbeider die vlak aan de overkant van mij woont. En die is al 15 jaar in dienst bij mij. Nu heeft hij zijn eigen huisje kunnen bouwen. Aan de overkant bij mij. En dan, pa'e. Mami, we bestellen dit maand 500 kilo bananen, toch? Wat heeft hij van 200 kilo bij? Dus ik heb 700 kilo bananen. Ik heb een mooie banaan gemaakt, want mijn man heeft een chim banaan. Echt mooie kwaliteit banaan, ja? Oké, okay, abon. Ja, ik denk ze. Sergio, nou ook mag me. Dan gaan we mijn boy Kenny. Ik wist dat ik mijn man hoor dat een boy is uit het bedrijf Abra. Het is een heel zware werk. Ik hoop dat mijn jongen het aan kan. De maasje, Eperak Saba. Dan gaan we. En de bank papira bana aksaba dat de ma o slicing. En de bank pas slicing dat de ma o de frog of bakken. Drukke dag is meestal maandag met woensdag. Want dan heb je de bananen kassaven toch? En dan, die sowieso moet je sneller wegwerken, want het kan niet te lang blijven. Want vooral met kassaven. Als het zaterdag is geoogst of zondag, moet je proberen snel dingen eraan te werken, anders worden ze zwaar. En die bananen, als je ook niet sneller eraan werkt, dan worden ze ook rijp. Dus sowieso van maandag tot woensdag heb je die drukke dagen. Dagelijks weet je, mensen, 10 dozen bananen, 10 dozen cassava, ook 10 dozen peien, 10 dozen borrel. Maar in één doos eet ik 40 pakken. Dus dan van elk 10 dozen. Zolang er wat iemand tegen dat we lijken. Want we hebben voor items, dus wat iemand tegen een aantal dozen dat we zijn geleverd. Suriname heeft zoveel winkels, maar natuurlijk kan je ook niet allemaal bevoorraden. Bijna 90% naar zo'n Chinese winkel. Alle dingen die in de stad nu winkel, naar de Japanese winkel, allemaal die mijn jaren die Chinese. Naar Sao Paulo bijvoorbeeld. Dan ben ik mogelijk 20 Chinese winkel die in de stad. Dat is zo voor een Chinese winkel die in de stad. Ja, Sergio, dus 15 van een kilo en van een pond, meneer? 20. 20 van een pond. Pleng, pleng. Pleng, pleng, 30 pleng, pleng.
Het heeft me heel veel geholpen. En mijn kinderen ook. Wat ze nu zijn geworden. Dus ja, ze moeten ergens ook dankbaar zijn en trots zijn op hun ouders, toch? Ik heb ervoor gestreven om zo ver te schoppen, om die kinderen zo ver te laten studeren.